Goedemorgen. Goedemorgen. Wij zijn onderweg naar Amsterdam, want we hebben vandaag een bijzondere dag. Ja, het is denk ik het allerleukste waar we ooit zijn heen geweest. We kregen een e-mail, we laten u zo meteen alles zien. Ja, van Mulberg. Je weet wel, gewoon die tassen. We dachten dat het via de PR was. We dachten, ja, waarom zouden ze die anders uitnodigen? En ze wisten wel dat we een volg hadden bijvoorbeeld. Maar wat bleek nou? Nee, het was voor de vaste, dierbare klanten. Dus dat zegt eigenlijk al genoeg over het aantal tassen dat we hebben daarvan. Maar meer dan één. Ja, twee. En we zijn uitgenodigd. En we gaan daar vanavond naartoe. Het is gewoon echt bizar. Om 6 uur begint het. En we krijgen een diner. En dan komt een show. Waaronder de Cara Delevingne tassen. Dus het is ontzettend gaaf. En ik mocht het meenemen. Dus ik heb een uitleg van Hono en Raten. Die ga je zo meteen ook zien. En dan ga je even laten zien wat we dus thuis kregen. Want het is bizar. We worden en met de taxi gratis naar huis gebracht. Dus het is echt, ja, bizar, maar ik laat het proberen zoveel mogelijk te filmen, maar als het niet mag, dan doen we het niet. Het is dus geen PR-event, dus het is niet echt, er zijn verder geen andere bloggers of zo, het is echt voor klanten, dus als het niet gepast is om te filmen, dan filmen we het niet. We gaan het wel vragen natuurlijk, want het zou heel gaaf zijn. En de postbode kwam dus eergisteren, voor jullie is dat op vorige week dinsdag, met een pakketje aan de deur. En daar zat dit doosje in. En toen ik het doosje opendeed, zat er gewoon een uitnodiging in met gouden letters. En nog iets, en ik heb laatst gezien hoe dit gemaakt werd op een Instagram. Een echt aardewerken klein mini kopje en schoteltje. Dit is toch leuk, jongens. Kijk nou. Echt zo cute. Ja, het is gewoon een hebben ding natuurlijk. Wat kun je hiermee? Helemaal niks. Maar dat maakt niet uit. Ik ga hem lekker op mijn stashkast neerzetten. Echt heel cool. Maar in ieder geval, dit is natuurlijk heel mooi. En hebben het niet zomaar bezorgd, maar echt door een koerier uit Amsterdam. Het is echt, bizar. Dus we voelen ons echt een prinses. Ver boven onze stand. Ja. We zijn in Zwolle. Dus nog ongeveer, hoe lang moet je dan? Nog een uur en een kwartier. En mijn ouders voor een half uur. Bij jou geen plan. Kijk nou, en weet je hoe ze genoemd worden? De Mulberry Tea Cup. En er is op Instagram een hashtag. Hashtag Mulberry Tea Cup. En je kunt ze ook allemaal sparen. Ik krijg zo'n flippomania. Ze zijn er in donkerblauw, zwart, beige, roze. Okergeel. Nou, omdat we er heel veel vraag naar krijgen, dit zijn onze geliefde Mulberry tassen. Jullie hadden al eens gezien dat ik deze gekocht had. Tenminste, deze kocht ik toen Martine haar groene suffel kocht. Ja. En toen heb ik deze een paar weken later via Net-a-Porter besteld, want die was niet in de winkel te kopen in Amsterdam. En Martine wilde ook altijd nog een Willow en Tien. Nou ja, ik had inderdaad Willemijn niet deze zien. En toen dacht ik, oh, ik wil echt die persik roze. En ik vond het zo schrikkelijk mooi. Dus deze hebben we al een tijdje. We kochten hem in februari ongeveer. Ja, onze tweede, hè? Onze tweede kocht in februari. En je hebt toch een bruine Alexa. Ja, ik heb een Alexa gekocht toen. En ik moet zeggen, ik ben er ontzettend heel erg blij mee. Deze is gewoon een nieuwe collectie van de lente. Ja. En we zagen hem dus op internet. Komen we dus in de PCO gewoon puur om te kijken. En wat bleek nou, stond dus mijn geliefde hebberige Willow daar. Dat zei Willemijn, oh nee, hè. Toen zei ik, oh, verschrikkelijk. Nou ja, toen had ik hem al eens in mijn hand vastgehouden. En toen kon ik het eigenlijk niet over mijn mat krijgen om te laten staan. En nou ja, laten we maar onthouden dat we er heel hard voor gewerkt hebben. Heel, en heel hard, hoor. En ik zal je wat vertellen. Het is een rip uit je lijf. Maar als het geld in mijn weg is, en eerlijk is eerlijk, dan voel je het ook eigenlijk niet meer, omdat je denkt, het is gewoon weg. Kijk, geld is maar lucht. Heeft echt een dik gat in je spaarrekening. Maar je voelt op een gegeven moment naar het denk je eigenlijk ook weer van, ja, weet je wat, dus het is nu toch weg. En eerlijk gezegd ben ik heel blij dat ik het heb gekocht. Heel blij mee. Ja. Ik heb al mijn andere tassen weggegooid. Ja, en ik gebruik alleen nog maar deze twee. Want ik gebruik die andere gewoon bijna niet meer. En, het zijn super fijne tassen. Laat ons even weten als jullie een keer een video willen zien waarin we zeg maar onze twee tassen laten zien, dus 4 in totaal voor elkaar. En of jullie daar misschien een review over willen horen, of weet ik niet, misschien zijn jullie wel geïnteresseerd in meer. We kunnen er een heleboel over vertellen. En bijvoorbeeld ook, ze stopt weer. Ja, was het al vergeten? Laat even weten, stilte. Ja, we zitten bij de Bijenkorf. Even wat lunchen. Wat heeft iedereen? Tien heeft. Weet niet, maar dat is heel lekker. Een broodje. We hebben allemaal hetzelfde broodje. We hebben mozzarella. Oh ja, mozzarella. Of zo. En een paar van die pompoenpitten. Sapjes. Watermeloen. Watermeloen en vleugje mint. Jij hebt echt een lekker sapje. Frissend. Ja, ik heb een soort. Ik dacht dat ik sinaasappelsap had, maar er zit iets door. En Renate en ik hebben nog een lekkere salade erbij. Voor de vitamintjes. En straks laten we eventjes onze outfit zien. Want het grappige is, we krijgen echt al 3 weken op je neus. Net als jullie er leuk uit gaan. Jullie vanavond op een feestje. Ja. Maar dat komt. Het
ziet er ook heel vloeiend uit, zeg maar. We hebben alle drie een vanillejurkje aan. En ja, dat was afgesproken, hè? Ja, dat was afgesproken. We zijn bij Vanilla en we hebben allemaal een rok, een top, een jurk en een jurk. Kameraden, moeten wij. We lopen nu in... Oh, sorry. In de PC-hoofd. Ja, de PC. Ja, dat past jullie niet op. En we zijn even bij Tiffany's geweest, gewoon even om te kijken. En we gaan nu naar... En waarom? Jimmy Choo. Geef even uit waarom jij daarheen gaat eigenlijk. Ik ga mijn vakantie geld opmaken. Dat is er wel van plan in elk geval. En als ze dat niet doet, dan weten Martine en ik nog wel wat techniekjes om er wel iets aan te smeren, hè, Tien? Ja, als ik niet slaag, ga ik terug naar Karamel. Als ik niet slaag, dan smeren we er een Mulberry-tas. Of een Dior-tas. Ja. Ja hoor. Daar is die. Wat heb je gekocht uiteindelijk, Renaat? Wat voor model is het? Ik zal later wel even uitkomen. De Typhoon Jimmy Choo. Ze zegt de Typhoon Jimmy Choo, mochten jullie het niet horen. In mintgroen en taupe en... Heel vet. Gaaf. Hoe voel je je nu? Even een live verslag. Ja, heel zenuwachtig. Ja, ik ben nu toch. Ik voel me wel wat relaxed. Dus. We zijn bij Mulberry aangekomen. En we mogen filmen, gelukkig. En we worden ook zelf gefotografeerd. En dat is voor het eerst dat ze dit doen. En ja, we gaan zo meteen alles filmen: alle tassen en onze outfit even. Even kort. Allebei een vinnenjurkje. Ja, ik zoom maar naar beneden. We hebben een hele goede camera. Ja. En Ted Wekers aan. En ik heb mijn Steve Madden Wedges aan. En natuurlijk onze Willow, maar die gaan we wel laten zien. Oh, ja, nee, nog een keer. Tadaa! De Willow. Nou, tot later jongens, over en uit. Ja. Oh, Lily, zo schattig. Renaat gaat haar eerste passen. Ja, chic zeg. Oh, ik zie het gezicht. Ik herken dat gezicht. Dat heeft je zus ook altijd. Martien, jij trekt hetzelfde gezicht als je iets hebt wat je wel aanstaat. Oké, nummer 2. Oh. Zie je die glimlach? Deze blik, jongens, geef me gelijk. Martine kijkt ook altijd zo. Dus de Heems blik. Dit betekent shit. Hij is eigenlijk heel leuk. En dan wat gebeurt er daarna? Dan kijk je naar Willemijn. En dan zegt Willemijn. Dan gaat dit zo. Ja, koop. Hier hebben we de grote Willow van Martine in het roze. En hier is de kleine, jongens. Bijpassende schoenen. Kijk hoe schattig. Moet je dit filmen? Nou, het is gewoon even passen, toch? Het is net of Hendrik Jan met me gaat trouwen. Kijk, ze is niet zo nice. Oh, die is beter fit. Ja. Die is mooi. En die zit niet te strak. Oh, het is zo jammer dat jullie de kleuren niet goed zien, want dit is roze goud, jongens. Ja, die is wat beter, hè, denk ik. Want die andere is toch een beetje ruim, ja, maar hij zit nog... Hij zit wel goed. Ja, is goed. Want dat moet dat ook. Ja. Ja. Want zo'n staande armband is niet mooi wanneer dat hij helemaal staat. Nee, en daar krijg je last van, hoor. Wat doe je me nou aan, hè? Want dan heb ik ook zin om later nog ooit een zilver en een gouden aan te schaffen. Want ik kan nooit kiezen namelijk. Dan denk ik altijd, ik vind alles wel leuk. Maar ik vind de rosé gaat wel heel mooi opgemaakt. Ja. En dan mooi... Oh nee, je hebt nu niet die rosé kleurige Swarovski's in, maar die zijn ook zo heel mooi. Ja, maar je luistert als een smeertje. Het is ook de eerste keer dat schijt te leren, daardoor komt de furry net in zijn haren uit. Ja. Laat me zien, even bij je gezicht. Oh, wacht even. Kijk nou. Dit is een moppie. Oh jee. Het virus. Dan moet ik wel even kijken, hè. Ja, we noemen het dus inderdaad de crutchwonden. De ketting kan er eventueel afgehaald worden. Ik ga even naar die kant gaan. Dit is een van de Cara Delevingne tassen en die vind ik echt heel leuk. Kijk, je kunt ze als handtas gebruiken. Maar, kijk, en dan zit hij hier op slot, zeg maar. Maar wat ik ook heel cool vind, is je kan hem dus als rugzakje dragen hierachter. Tenminste, ik zag net... Ja, er zitten nog een aantal onderdelen in, waardoor je hem als rugzak kan dragen. En de binnenkant is ook echt heel erg mooi. Kijk hoor, moet ik hem even... Ja, het is best wel moeilijk openmaken, zie je? Dus je kan er niet echt zomaar in. Kijk, dan moet je deze openmaken. Maar dat is echt als je hem als rugzak draagt. Kijk. Kijk wat een mooie binnenkant. Helemaal mooi bordeaux rood. En het leuke is, die tassen, dat zeiden ze net, die vliegen vanavond terug. Ze zijn speciaal ingevlogen voor vanavond. Echt zo leuk. Echt, ik voel me zo vereerd dat ik hier mag zijn. Gewoon echt zo tof dit. En die Cara Delevingne tassen,
is heel leuk. Ze zijn helemaal op haar geïnspireerd. Ze heeft bijvoorbeeld een tatoeage met Made in England. En dat staat ook onder op de tas. En er is ook een tas, die is hier helaas niet. Maar het is ook zo'n rugzaktas. Die heb je ook in klein, medium en zo. Maar die heeft allemaal leeuwenkoppen. Geïnspireerd op haar vingertatoeage. Echt, die wil ik eigenlijk echt zien. Lijkt me zo ontzettend cool. En ja, het is ontzettend leuk, man. Kijk. Mevrouw past weer een tas, dus weer een andere. Nou, weer. Het is pas nee, joh, grapje. Dat is net iets meer tas. Dit is net iets meer tas. Het is net iets meer tas. Nou, dit is een tweede tas van Cara Delevingne's lijn. In heel mooi helder groen. Echt prachtig. Dan heb je dus ook dat hij een rugtas is. In het KWPN-boek. Oh, echt? Oh, wat leuk. Kijk eens jongens, Koblitz en Quinn. We gaan met paard en wagen naar het restaurant. Oh. Dit is toch ongelooflijk, jongens. Ik geloof, dit is wel een droom, hè? Ho, ik ben blij dat ik net geen Lily heb gekocht, want hij komt komend seizoen uit in Oxblood. Dat is die mooie Bordeaux-rode kleur. De mooiste Bordeaux die je ooit gezien hebt. Kijk eens, kijk jongens, hoe leuk. Ik, dit geloof ik bijna niet. Ik ga er gewoon van stotteren. We gaan gewoon met paard en wagen. Iedereen zit ons op straat en ze alle aan te kijken van wat gebeurt er. Oh, het is wel heel leuk. Dit is toch kof? Ja. Man, hier word ik echt blij van. Cool. Dit is maken. Het mag. Oh, dit is echt prachtig, jongens. Dit voelt echt zo alsof ik boven mijn stand leef. Dit is gewoon voor een boerenmeisje zoals ik gewoon niet te bevatten. Een boerenpummel van Dor en Roosje. Ja. Dat is toch een boerenmeid? Een boerenmeid. En dan maken ze als mensen foto's. Jongens, dit is toch niet. Ik kijk naar het Rijksmuseum. Ja, het Rijksmuseum inderdaad. Hé, hey, je was mijn moeder laatst. Kijk, wacht even. Zo. Maxima zegt op de stem. Het is wel een hond. Weet je, jongens. Ik kan er gewoon niet bij. Hoe gebeurt het echt? Onwerkelijk het is. Ik kan me even knijpen. Want dit is echt. Dit is zo mof, dit. Dat is gewoon. Ik vind het zo leuk dat ze dit gewoon een plan doen. Jeetje. Ja, jeetje. Er zijn geen woorden voor. Oh my god. Het is ongelooflijk. Mooi van die fantasie, maar dat denk ik. Naat, dit is toch een sprookje dit. Oh my god. Dit is echt. Oh wacht. I'm in the garden of heaven. Kijk, I'm kijk. Ja, dit is een beetje. Kan je even knijpen? Ja. Dromen zijn bedrog, behalve als je Mulberry koopt. Ja, super. Ze mag niet. Oh, het is echt harp. Prachtig. Oh my god. Prachtig. We hebben een leuke tafelschikking. We zitten naast de medewerkster die de window displays in de fashion shows doet. Dat is echt prachtig. Heems, wat vind je van Museum van Loon? Ik hou het wel. Ja. Prachtige kunst. Ja, ik vond het vooral boven net heel bijzonder. Dat is ja. Handig. Ja. Echt dat is net gerenoveerd. En een tasje. Ja, she's our guest. Maar dit is echt heel bijzonder. Heel leuk. Prachtig. Cheers. Thank you. To a lovely evening. Proost. Cheers. We mogen de tas uitpakken, dus ik ben heel benieuwd. Oh, I'm so excited. So excited. I'm so jealous. Oh, ik weet niet wie ik het eerst moet filmen, Renate of Martine. Oh, een tasje. Oh, it's so cute. Oh, everybody has the pink one. Oh, it's so cute. Thank you. En ondertussen krijgen we ook ons diner. Perfect, is your makeup artist. Yes, right. Oh. Jamel, dit geloof je toch niet? Dit wilde je gewoon eigenlijk een beetje, zoiets. Oh, wat leuk. Oh. Ik ga sparen voor de echte tas. Ja. But is this one for sale?
It is. It ah, okay. Mulberry Lot purse. Ah, keep that in mind. Yeah, and it comes in the oak and the black and the chocolate. Yeah. And our Mulberry Pink is another classic colour. Yes, it's lovely. Yes, but it's the most fun. Yeah, yeah, that's true. It's great for this evening. Yeah. Thank you. Girly and fun. Eten, lam met de erwtjes en wijn en gezellige mensen. We hebben het over erge vakantiereisverhalen. Echt die lange zit allemaal boven tafel en het is echt heel gezellig. Hapje internet. Super lekker. Oh, Saar, ik ben zo moe. Ik ben zo moe, jij ook. Goedemorgen. Het is 6:15. Ik moest vroeg opstaan. En dan moest ik weer werken. Ik besefte me toen ik wakker werd dat we helemaal geen einde hebben gebreid aan de vlog. Dus ik dacht, ik doe dat nu nog even. Ik zie Martine straks ook weer op ons werk. En dan kletsen we misschien samen nog wel even verder. Maar nu even in ieder geval goedemorgen. Het is de volgende dag. We waren uiteindelijk om 1:00 thuis. Ongeveer heel erg lief met Mulberry terug naar huis. Met de taxi gebracht. Met een hele leuke taxichauffeur uit Almere. En ja, het was een prachtig event. Het was echt heel, heel bijzonder. Gewoon heel leuk om mee te maken. En echt gewoon ver boven onze stand, om het zo maar te zeggen. Gewoon, het was zo leuk om een keer mee te maken. En nou, ja, ik moet aan het werk. Dus ik ga me klaarmaken nu. En Brinta eten. En ik ben geen goede logopedist 's ochtends met deze krakende stem. Hoi! Hoi! Daar zijn we. Het is eind van de vrijdag. We hadden een hele lange dag vandaag. Dus, sorry, we zien er vandaag niet meer uit. We moesten vandaag werken en ik heb best wel pijn in mijn hoofd. Dus sorry dat ik een beetje suf ben, maar oh. Het is echt TGIF. Het is een echt totaal andere dag dan gisteren. Het was gisteren echt zo'n ontzettend leuke dag. Dus we laten nog even zien wat we even van dichtbij wat we gekocht hebben en gekregen hebben. Want dat is natuurlijk heel erg leuk. Willemijn vertelde jullie al over de taxi, hoorde ik vanochtend. Ja. Dus, ja, waanzinnig. Ongelooflijk. Het was echt ongelooflijk. Nou, komt ie hoor. Dit is mijn armband van Mulberry. Hij was €280. Het is de Bayswater Bracelet Metal in soft... in rose gold. En hier heb je dus zeg maar echt het embleem wat op de tassen zit. Dan maak je ook zo open. En dan... kijk, klik je dan gaat hij zo open. Dus het is een hele mooie... Ja, hij lijkt mooie. Hier een beetje gauwig. Maar het is echt een heel mooi rose gold. Het is heel zacht ook. Misschien kijk, als je iets goud... Ja, misschien het met het, of misschien met het grijs. Zo. Het is niet echt goud. Het is prachtig rose gold. Ja, echt. Het is heel erg mooi. Ik ben er ook echt heel blij mee. Ik ben een armbandenmeisje, maar dit vind ik wel echt heel goed. Nou, dit is mijn doosje. Ik heb even beide cadeautjes erin. Of beide cadeautjes. Beide dingen erin gestopt. Eén was een cadeautje. Het eerste ligt gelijk bovenaan. Dit kregen we dus allemaal. Ook de guests, zeg maar, die mee waren. Het is een toilettasje in een pink glossy coat. En het is gewoon om je lipsticks en zo in te bewaren. Het is zo kijk, cute. Hier zie je Mulberry en het is bruin de binnenkant met boompjes. Hij is ook gewoon te koop. Het is de make-up beurs of zoiets dergelijks. Ja, iets met in ieder geval een toilettasje. Ja. Echt schattig, leuk voor je tas. En? Ja. Nou, deze heb ik uiteindelijk gekocht. Je zag hem volgens mij ook passen. Dit is de Soft Pink Grainy Glossy Ballet Clutch Wallet of zoiets dergelijks. Ja, er zit een gouden ketting aan inderdaad, dat je hem zo crossbody of over je schouder kunt dragen. En hij is een stuk groter dan mijn hand. En heel schattig strikje op. Zullen we eens even openen? €600. Jullie zoeken het toch wel op. Ja, dat was dus wel weer een leuke prijs. Kan het gewoon zo? Ja, gewoon optrekken. Ja. Dit kan kijk, dan zitten de vakjes in. Ja, Saar, dat is mooi hè. Kijk, hier zitten, die kan je pasjes in doen. Deze kun je nog openritsen. Hier zit nog een vakje. Oh, pardon jongens. En je krijgt er ook een heel schattig tien. Dat ga jij leuk vinden. Dat heel schattig dustbagje bij. Kijk, andersom. Oh, met Mulberry erop. Oh. En aan de achterkant zit nog een heel klein vakje. Draai ik, maar eens ik zoek eventjes naar de Mulberry. Ja, hier staat hij. Ja, Mulberry. Daar. Ja, zeker. Ja. Wat moet ik doen? Kijk maar eens, op de achterkant zit een heel klein vakje nog in. Oh, cute. Kijk nou. Ja, het is echt een Willemijn tasje dit. Ja, het is gewoon... Hey jongens, jullie zullen wel zeggen... Hier, je mag zoveel geld weer hiervoor. Maar ach, wij vinden het leuk om hiervoor te sparen. En het is toch... Er wordt eigenlijk binnenkort een beetje een verzamelobsessie, hè, team? Nou, we hebben eigenlijk het virus te pakken gehad. Jongens, als je mocht je ooit in de... Hoe zeg je dat? Niet belangstelling zijn, maar in de... Interesse hebben in? Nou, ooit een Mulberry tas kopen. Op een of andere manier, zeg maar, als je geld hebt. En denk eraan, je blijft ze kopen. Het is echt geen grapje. Ja. En het komen is, ook weer hele mooi uit in de winter, hebben we al gehoord. Onder is één in Bordeaux. Mm. Maar bij Hendrik Jan, die man die er werd, al zei tegen Willemijn, ik bel je wel. En ik zei, oh nee, doe maar niet. En zei hij, jawel. Ik zei, oké. Nou ja, oké. Nou ja, in ieder geval, even voor de record, wij sparen hier dus heel hard voor. En
nou ja, we vinden het gewoon heel erg leuk. En nu kun je ervan genieten. Je weet nooit of je later ook nog zoveel geld hebt. Misschien ben ik straks wel 40 en werkloos en ben ik hartstikke arm. Heb ik nog een leuke tas? Ja, meerdere dus, hè. Jongens, ik hoop dat jullie het leuk vonden, deze vlog. Ik hoop dat jullie ook een beetje ons prinsessengevoel mee hebben gekregen. Want nogmaals, dit is niet normaal voor ons. Ja, dit maken wij niet mee. Dit is gewoon echt apart. En we zijn ook echt heel dankbaar. Dat zei ik al eerder volgens mij ook zelf en Willemijn ook gewoon. Dat we dit mee mogen maken. En dit was echt even zo'n moment dat je intens gelukkig kan zijn van hier, maak ik dit mee? Dat hadden we volgens mij alle drie hadden later. Renaat, Willemijn en ik zo van, dat dit ons overkomt. Dat ik heb echt heel hard gehad van, nou, knijp me. Dat etentje was leuk, was hartstikke leuk gekletst. En die paarden en de preview en de mensen. Het was echt leuk iedereen te zien met andere verschillende kleuren willows en Alexa's. Ja. En dat was echt heel leuk. Basewaters, en dat jullie heel leuk vonden. Wij vonden het in ieder geval heel leuk om te vloggen. Dat we dachten, nou, dit moeten jullie wel ontzettend cool vinden. En we mochten natuurlijk ook vloggen bij hem op blij. Want is er iemand, Het was een uitzondering, omdat we zo leuk waren. Nee. Nou, dat hopen we dan maar. Nou, hartstikke bedankt voor het kijken. We hopen natuurlijk dat er ooit een tweede komt. Wie weet, want dat was denk ik best wel duur, denk ik. Het organiseren hiervan. Mijn moeder zei, ach, maar dat betaal ik toch eigenlijk zelf met die tassen. En dat is, dat ook, is ook waar, dus dat mag ook wel. Maar het was ontzettend leuk. Eerste keer dat ze het deden en we hopen op een tweede keer. Ja. Mulberry, bedankt. Jullie bedankt voor het kijken. En we nemen jullie vast alweer mee als het ooit nog een tweede keer komt. Zo is het. Tot de volgende keer. Doei.